Airshow houden wij een demonstratie van ons onderzoeksmethodiek verkeersonderzoek vanuit de lucht. En daarbij willen we laten zien aan de klant van met behulp van drones en ook de onderzoeksresultaten wat je er allemaal mee kunt doen. Dus waarvoor dient het, wat voor resultaten haal je eruit? En op die manier geven we een demonstratie van verkeersonderzoek vanuit de lucht. Bij drones kun je dus vanuit de lucht tussen de 50 en 120 meter hoogte kun je dus een onderzoek gaan doen. In dit geval gebruiken wij het vooral voor verkeersonderzoek. En deze drones die hebben tot doel om camerabeelden te maken van een kruispunt of netwerk of eventueel transferpunten. De beelden zelf worden geanalyseerd met een softwareprogramma dat heet Data from Sky. En in die software zeg maar, kunnen wij diverse analyses gaan doen. Het belangrijkste voordeel is dat je gewoon echt laat zien aan de klant wat je met dit onderzoek kunt doen ter plekke. Dus je pakt gewoon een voorbeeldkruispunt waar je dan zo'n onderzoek wil doen. Met de mensen die de drone bedienen laten we ook zich gelijk zien van wat we er allemaal mee kunnen. En daarmee de analyses zeg maar, ter plekke laten zien wat je maximaal uit zo'n verkeersonderzoek vanuit de lucht kunt halen. Mensen hebben toch baat bij van ja, leuk Roelof dat jullie dat kunnen, maar wat kan ik er eigenlijk mee? Dat werkt gewoon het prettigst als je dat gewoon ter plekke laat zien.